Ja, het werk zal zo aangebracht worden dat de eerste kennismaking met het werk, dus het eerste wat je ziet, is die golvende lijn, een streep, een geschreven lijn, die pas later, wanneer de toeschouwer zich beweegt voor het werk en rond het werk, te zien is als een leesbare tekst. Dus de lijn wordt een woord. Het werk zal komen op de Bolleberg. En daar vond ik ook dat woord twijfelgrens heel toepasselijk. Omdat wanneer je het woord ziet, je naar het zuiden kijkt, naar de taalgrens.